hier zijn we weer in Disneyland. Deze keer heeft mijn dochtertje Ashley mee. Helemaal leuk, toch? Ja. Ja, heb je er zin in? Ja. Ja, zo super. Nu, we zijn nog maar net gearriveerd, dus we gaan eerst de privilege ticket halen voor haar. En daarna gaan we de park in. Ja, we hebben een ticket. En welke ticket heb je, Ashley, laten zien? Wie staat erop? Captain Marvel. We hebben wel even moeten wachten, want het is namelijk druk vandaag. Ik weet, vandaag zou er schijnbaar een of andere actie zijn voor de jaarpashouders. Dat ze gaan staken, bij wijze van spreken, vanwege het reserveringssysteem. Ja, zelf ik vind het ook niet leuk, het reserveringssysteem. Je kan maar 3 dagen tegelijk reserveren. Dus op zich vind ik het wel leuk. Ik had begrepen dat ze vandaag gele oortjes aan hingen doen. Dus ik doe lekker mee. Want ja, ook al ga ik niet bij de groep staan, ik ga gewoon lekker genieten van de dag. Ben ik toch wel solidair met mijn gele oortjes. Vandaag is het ook de eerste keer dat ik hier ben als Magical Disney Fever. Dus wil je meer Disney Fever krijgen, abonneer je dan zeker hier via de knop. En vergeet het belletje dan niet aan te zetten, want dan krijg je telkens een melding als er iets gepost wordt van mij. De muziek is alweer lekker. Heerlijk dit. Oh, er wordt geklapt. Ik ben benieuwd waarvoor. De omgeving en Halloween, het is zo mooi aangekleed. Overal waar je loopt zie je pompoenen. De omgeving, de sfeer, de spoken dan hier overal staan, zo gezegd als standbeeld. Dat deze keer een heel mooi accentje, ze hebben allemaal zo'n button van 30 jaar praktisch op. Maar gewoon het beeld, de sfeer, dit is gewoon geweldig. Telkens goed om terug te komen hier. Nu, wij gaan eerst naar Frontierland. Want Ashley gaat voor de eerste keer op een achtbaan. En op welke achtbaan gaan we, Ashley? In de trein. In de trein. En dat staat beter bekend als Big Thunder Mountain. Ik ben benieuwd hoe dat ze gaan reageren. Ik ga proberen te filmen, maar ik hoop dat ik dan mijn beeld goed hou. En dat ik niet te veel ga gillen. Thank you.
allemaal. Nou, tot nu toe hebben we al heel veel dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld in Big Thunder Mountain gezeten en dan voel je die heel snel in trein. Volgens mij voel je hem niet zo heel meer leuk, hè? Nee, want ze had een beetje buikpijn, zei ze. Het had helemaal goed, totdat ze de tweede keer naar beneden toe ging, daar vond ze het helemaal niet meer leuk. Dat was het. Nou ja, ondertussen zijn we een beetje aan het rondlopen geweest, een beetje aan het rondkijken geweest wat er allemaal was. Heb ik ondertussen ook de bestellingen gedaan, gekeken wat er allemaal aanwezig is en de mensen laten weten. Ondertussen zitten wij klaar te wachten op de paradeshow Mickey Celebration Halloween. Dus die gaan we dan ook filmen en die volgt hierna. Thank you.
Terwijl dat mijn man aan het bellen ben, komt mijn favoriete prinses bellen langs hier weggelopen om even haar pauze te nemen. Ik kon het niet meer handelen. Echt waar, ik ben al bellend, ben ik recht gesprongen, ben ik naar bellen gerend en heb ik gevraagd of ik een knuffel kreeg. Ga maar. Bye. Wat heb je nou gehad? Een knuffel. Een knuffel, van wie? Van een knuffel. Ja! Wow, wow! This was lovely! Hallo! But I already got a hug from her last time, so I'm happy about it. Just 5 minutes ago I got a hug, so I'm happy now. Hello. Net hebben we Lady Grisella. Lady Grisella, wat zeg ik nou weer? Lady Tremaine. Ik ga gewoon woorden door elkaar gooien. Dus Lady Tremaine, Grisella en Anastasia gezien bij hun optreden waar ze in feite achteraf een meet-and-greet punt hebben. Ik moet zeggen, hoe graag ik ook een foto met hun wil.
ik ga niet in die rij gaan staan. Oeh, dat was zo'n lange rij. Ik was blij dat ik gewoon aan de andere kant kon zien dat ik hun opkomst kon opnemen. Die komt nou hierna. En op zich, nee, ik ga niet in de rij gaan wachten voor foto's met hun. Totdat de parade van Halloween terug gaat beginnen. Zover ik heb begrepen komen ze nu van Main Street. Wij zitten hier te wachten bij It's a Small World, die nog steeds wordt gerenoveerd. Maar de meeste doeken zijn al weggehaald geweest, dus ik denk dat het niet lang meer gaat duren, vermoed ik. Maar ja, ik kan het ook mis hebben. Dus ik wacht tot de parade gaat. Ik vermoed dat ik hem nu helemaal deze keer ga zien, in plaats van enkel een showstopje van daarnet. Dus hier volgt de parade. It's a party, the fall, the wind starts to sing, the sky, the party.
En met een Nicky-momentje noemen wij dat een stressmomentje of een onhandigheidmomentje. Nou ja, terwijl dat de parade daarnet kwam, net als we de hoek omgaan, wat zegt mijn batterij? Pas op, je batterij is bijna leeg. Oh jee, wat schoot ik tijdens die parade in de stress de hele tijd. Ik dacht, alsjeblieft, hou vol, blijf gaan, blijf opnemen, val niet uit. Gelukkig heeft hij goed geluisterd, die batterij, en heeft hij gewoon alles blijven opnemen. Ondertussen heb ik een nieuwe batterij ingestoken, dus kunnen we weer voor de rest van de tijd door totdat deze in één keer aangeeft. Ik ben leeg, ik wil recharge. Maar dan hopen we dat dat even lang gaat duren. Ik ga even, denk ik, nog even mijn haar op de theekopjes. Wat denk je? Wij op de theekopjes? Ja? Oh ja, de jas is prioriteit. Even de jas terug doen en dan gaan we naar de theekopjes. We'll be right back.
richting het hotel voor ons eigen daar een keer in te checken. Deze keer slapen wij in het Ibis Hotel. Ik dacht van ja, lekker makkelijk met haar. Kan zij in een stapelbed slapen en ik in een groot bed beneden, normaal gezien. Dus ik hoop dat dat ook zo is. Want met deze Ninda Kids, als ze slaapt, want die stampt en doet alle kanten uit, vond ik het niet fijn om bij haar in één bed te liggen. Dus nu gaan we richting hotel, inchecken, even op het gemakje rust nemen. En dan komen we terug naar het park voor nog een paar dingetjes en waarschijnlijk vuurwerk kijken dan vanavond. Over Nicky momentjes gesproken. Ashley, wat hebben wij net gedaan? Zoek naar onze auto. Ja. Mama en Ashley waren de auto kwijt. We zijn nu goed 20 minuten aan het zoeken geweest voor de auto. Eindelijk hebben we hem gevonden. Ach ja. Het voornaamste is de bestellingen die ik heb gehaald zitten nou in de auto. Nu gaan wij onderweg naar het hotel voor de kinderen te gaan inchecken. Want het is ondertussen 5 uur. Hopelijk ben ik niet te laat voor inchecken. Maar ja, ik heb betaald. Staan we al niet moeilijk doen, denk ik. Dus ja, wij gaan nu naar het hotel. Het hotel is het Ibis Hotel waar we gereserveerd hebben voor te slapen. En misschien dat ik daar bij jullie terugkom. Tot zo!